Oké. Grootmoeder heks, wel. Grootmoeder heks, hey. Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag spelen we Minecraft minigame. Maar we spelen niet zomaar een Minecraft minigames, we gaan een cash minigame spelen. En zoals gezien ben ik in de normale arcade games Hypixel lobby. Maar wij gaan vandaag Santa Says spelen. Maar voordat we met Santa Says gaan beginnen, wil ik toch nog eerst iets zeggen. Dit is echt maar het begin, het soort van begin. Een aankondiging van de kerstperiode van het kanaal Gletscher, snap je? Dus deze video is soort van speciaal, I don't know. En wat ik ook nog even wou zeggen, op het einde van de video komt er een stukje van een schoolvlog. En als mensen dat leuk vinden, dan ga ik een volledige schoolvlog maken en dan ga ik die gewoon volledig op YouTube zetten. Dus ik zou zeggen, niet doorspoelen naar het einde, maar wacht even en ja, kijk gewoon eerst de video. Oké, we zitten nu dus in de Santa Says lobby en ik heb er super veel zin in. Nee, ik heb er serieus veel zin in. Ik heb daarnet ook vol een bak opnames gedaan voor Pokémon Red. Dus in de aflevering, in de vakantie zal er af en toe wel eens Pokémon Red aankomen, maar wacht. Oké. Maar er gaan er pak 2, 3 of 4 afleveringen van Pokémon de vakantie komen. En Outlast zou normaal zien ook af moeten geraken. Probeer ze voor. Oké, zoveel mogelijk. En Outlast zou normaal zien deze vakantie ook afgemaakt moeten worden. En ja, er gaan een paar afleveringen van Pokémon bij komen. En een paar andere leuke video's waar ik nog niks zou. Oh, fuck. Ja, deze heb ik niet. Betover en Diamond Sword. Ah, fuck, suck. Ik heb grandma. Maar waar is grandma? Oké, ik ben sowieso fucking hard aan het verliezen. Ik sta bovenaan. Oké. Ik was echt zo toen ik dat zo las. Triggered! Oh, die valt. Pak me sneeuw. Maar heb ik er al eentje? Ik heb toch. Ik ze bleef zomaar drukken, maar ik had al iets geopend. Oh, fuck. Hey. Oké. Huh? Hoezo had ik gefaald? Ik zat toch in een bootje? What the fuck? Die schieten zomaar of zo, what the fuck? Maar ik ben er altijd aan winnen, hè? Ik snap dat niet. Met een vis. Voilà. Oh, dat was makkelijk. Ik wou niet eraf slaan, maar het lukt. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik weet niet, ik was half gaar dingen aan het doen en ik heb gewonnen. Hoe? Hoe? Oké, dat maakt niet uit. Dat betekent dus dat we nog een potje Santa Plays gaan doen. Oké, ik vind trouwens wel een redelijk toffe minigame. Oké, ik sta weer op 1. Maak leather boots. Ja, ik was sowieso eerste. Ja, kijk, ik was eerste. Kijk. Zo. Daar in de hoek ziet niemand. Zo. Oké. Ja. Word ik eraf getiefd? Dat is echt typisch. Oké. Grootmoeder heks. Wauw. Grootmoeder heks. Oei, ik hoop het niet. Ah, fuck. Daarnet wist ik dat ook niet. Maar wat moet ik dat doen? Ah ja, mijn golden carrot, nice. Ik wist niet wat ik moest doen. Oh my god, iedereen pakt, ript altijd mijn boot af. Voilà. Oh, ik ben tweede geëindigd. Nuzzelt het ook niet slecht, nuzzelt het niet. Ja. Oh, ben ik hier? Ja, nuzzelt het voor mij, fuck. Ik moet voor nuzzeld zijn. Ja, nuzzeld net voor mij. Stomme hond. Ik ben tweede, maar het is nog altijd mooi gespeeld. Eerste en tweede van de 9 spelers. Dus hey, ik heb goed gespeeld. Voordat ik de video ga afsluiten, heb ik beloofd om eerst stukjes van de schoolvlogger in te doen. Wat vind je ervan? Ongelooflijk toch? Jammer. What the
zou het goed uitvoeren. Deze video was alleen leuk voor Pokémon. Dat is niet echt gelukkig. Hey, de laatste 10 seconden, dit is ja. Ongelooflijk. Hello darkness, my old friend. Wil je daarmee voor? Laat dan een like achter. Bij de 20 likes doe ik een schoolvlog. Vond deze leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer je de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao.